Welkom bij ADO Praat. We gaan het hebben over het avondje NAC, dat erg teleurstelde voor ADO. We gaan het hebben over Aaron Meijers, die vertrekt. Het overnameproces komt aan bod. En we gaan het hebben over de aankomende wedstrijd tegen FC Eindhoven. En dat doe ik weer met Nico. Hey. Leo van Leo's Koffiehuis. Ja. Houser natuurlijk. Present. En vandaag een gast. Ja. Zo. Jacco van Leeuwen. Ja, mag ook weer een keer. Mag weer een keer aan het woord komen. De voorzitter van de supportersvereniging Haagse Bluf. Klopt. Welkom. Laten we maar beginnen met het avondje NAC. Want Nico, ja, je was hier denk ik aan het kijken. Het viel tegen, hè? Ja, het viel tegen, ja. Wil je het kort of lang horen? Doe maar kort. Lekker kort. Kort. Het begint met een kaart, eindigt op een T. Er zit één klinker tussen. Oké. Okay. Leo? Het, was Zeuntjes tegen ADO. Heb je wel wat kunnen zien dit keer? Ja, ik heb het wel gezien, maar het was triest. Als je na 2 minuut 22 alweer met 1-0 achter staat, dan denk ik van jongens. Ben je nou echt niet bij de les? Hoe kom je in de kleedkamer? Hoe ga je het veld op 2 minuut 22? Dan zakt de moed in je schoenen. En, ja, en dan zie je toch ook weer dat je toch weer... Het zal wel weer natuurlijk uiteraard met de financiën te maken. Dat toch een beetje de routine achterin door een Meijers ook weer weggaat. Dus nou ja, dan zie je een vervanger. Ja, die maakt fout op fout. Ja, het is... Het is niet anders. Nee. Jacco, jij was in het stadion. Ja. In de Vissenkom. In de Vissenkom, ja. Hoe was het? Nou, het uitzicht is heel slecht uit die Vissenkom. Er was in dit geval dan nog een meevaller. Ja. Ja, het zag er niet uit. Het voetbal was echt bagger. Ja, het is wel duidelijk. Dat was een beetje van. Het is zonde, je hebt 400 man bij je. Goede support vanuit Den Haag. Veel supporters die meegegaan waren. Maar ja, dat is het zonde. Maar aan de andere kant. Ik denk dat we dit seizoen ook niet veel. Je hebt wat uitschieters erbij naar boven. Je hebt wat uitschieters hebben naar beneden. Ja. We hebben geen selectie waarmee we voor de titel gaan spelen. Hoewel we dat misschien even na 2 wedstrijden hebben gedacht. Ja, het was natuurlijk even Hosanna. Hè? En nu komt eigenlijk wel aan het licht dat je natuurlijk een hele smalle selectie hebt. Ja, nou ja, je hebt straks het puntje Meijers er nog bij staan. Maar dat is natuurlijk wel. We hebben qua routine zijn we natuurlijk heel, hebben we eigenlijk alleen nog feit. Dat is de oudste. De rest daarnaast Koopmans, volgens mij de oudste 27. Ja, ja, daarom. Dus dat ga je missen. En daar was Aaron, zeker voor de eerste divisie, ken die makkelijk mee. Ja, gaan we het zo over hebben. Meijers die is vertrokken. Houser, tot slot. Hoe heb jij de wedstrijd beleefd? Ik heb het hier beleefd, maar ik was niet blij op een vrijdag. Nee. De hele week hard gewerkt en dan krijg je dat voorgeschoten. Ja, dan krijg je dat. Ja, maar ja, weet je, het is dan nog een zo gek ploeg, joh. Hey, en Meijers was er niet bij, je zei het net al, Jacco. Ja. Die is vertrokken naar Sparta. Ja. Dat was wel opmerkelijk, want ons was al ter oren gekomen dat hij er niet bij was omdat hij naar Sparta zou gaan. Brood die ontkende dat echt heel erg stellig. Maar even kijken, laten we even kijken. Meijers gaat naar Sparta? Nee, 100% nog niet. Nog niet? Nee, zeker weten maar we niet. Maar tegen Eindhoven speelt hij niet? Nee, dat weet ik niet, maar het is heel simpel. Als Sparta niet beweegt en hij zo sterk houden, ja, dan blijft hij gewoon bij ons. Zullen we er een flesje op zetten? Nee, dat maakt mij niet uit. Misschien zijn er ontwikkelingen. Het is toch al rond? Nee, niet dat ik weet. Dan ben ik verkeerd geïnformeerd. Nee, hou dat flesje maar in je achterhoofd, maar niet dat ik weet. Of Sparta moeten we aardig een paar ton neerleggen. Misschien is dat vanavond gebeurd. Dan kan je wel een fles wijn verkopen. Dat bedoel ik. Ja, volgens mij lult hij gewoon uit zijn nek. Maar hij zegt een pot neerleggen. Een pot neerleggen. Hij is gratis weg. Ja, transfervrij. Ja. Dus wat lult hij dan met een bot neerleggen? Komt alleen een kleine vergoeding voor de administratieve rondstond. Het wordt wel de begroting, zeggen ze. Oh, die 9 euro administratiekosten, die ik bij CIB ook altijd geef. Stel het. Zoiets. Nou, wat redt de club wel, hoor. Kijk, zijn salaris is natuurlijk een mooie verlichting als die wegvalt. Dus dat zal de reden zijn. Maar wat zegt het jullie dat Brood zo stellig is, terwijl eigenlijk iedereen al wist dat hij er niet was omdat hij naar Sparta ging? Ja, we moeten nou ook weer net niet doen alsof we Messi aan het afstoten zijn, hè, voor niks. Ja. Nee, maar het is je kan daar gewoon toch eerlijk over zijn. Iedereen wist dat Meijers al wel die kant uit zou willen gaan. Dat het zwaar drukte op de begroting en Sparta had interesse. Je wees er gewoon open en eerlijk over al die poppenkasten. Ja, of Brood wist het echt niet. Ja, maar op het moment dat hij net zegt van ja, of er moet iemand een paar ton hebben geboden, dan... Dat weet je ook niet waar je over gaat. Ja, hij zegt als iemand dat piept. Dat weet je ook niet waar je over gaat. Dan krijg je de hele selectie aangeleverd waarschijnlijk voor een paar ton. Ze moeten weer om de hete brei draaien. Ja, toch? Nee, precies. Zeg het gewoon hoe het is in dit soort gevallen. Goed, toch 253 wedstrijden. Want die vrouw gaat gewoon met Van Gaal onderhalen. 9 jaar bij ADO. Nou, die verdient het ook om door de voordeur naar buiten te gaan. Gaat hij dat nu ook? Dat gaat hij sowieso. Tuurlijk, jongen, heb heel veel betekend voor de club. Heel veel jaren bij ons gespeeld. En nooit op zijn inzet wat aan te merken gehad. Dus, mooie achternaam. Ja, dus die jongen die verdient het. De Meijers.
Zijn mijn moeder ook van de mensen? Ja, je moeder heet ook bij eerste. Ja, ja, familie misschien. Geen te Meijers. Nee, helaas niet. Dan zullen we even met haar gaan praten. Geen te Meijers. Nee. Meijer is echt aarslaap. Wacht, wat mooi dan. Geen te Meijers. Dat moet de familie niet voor. Dat is echt op de begroting. Wacht, wat mooi. Te Meijer, echt aarslaap. Ze staan altijd al met mijn vader natuurlijk. Is aarslaap. Maar ze Meijer is toch wel mooi als aarslaap. Jou liever Meijers geet eigenlijk. Ja, wel. Ja? Goed, belangrijk onderwerp. Het overnameproces. We hebben niet voor niets vandaag ook Jacco te gast. Jij weet er een en ander van. Omdat je natuurlijk als voorzitter van SV Haagse Bluf wel betrokken bent. Ook bij het Haagse Supporters Collectief. Ja. En die zitten nu aan tafel bij de gesprekken. Ja, dus wat kan jij vertellen? We hebben vorige week een gesprek gehad met Rijntjes voor de wedstrijd. De ad-interim directeur. De ad-interim directeur inderdaad. En dat was een aanleiding van een statement wat natuurlijk geplaatst was door de supporters, door alle supportersgroepen. En daar hebben we een gesprek met hem gehad en gezegd van joh, we hadden natuurlijk erin gezet dat hij moest opstappen. Maar ja, als hij op moet stappen en je moet hem vervangen, dan ben je weer 3-4 weken verder, want je moet je ergens inlezen. Nou, die tijd hebben we niet. Dus toen hebben we gezegd van, joh, we willen dat er iemand vanuit onze groep erbij geplaatst wordt. Ja. Nou, dat is Jean-Paul Meland geworden. Die is bij alle gesprekken, was die al betrokken. Die heeft met alle gegadigden heeft die contacten gehad. Die heeft met de club gesproken, die heeft met reiziger gesproken. Die heeft met de gemeente gesproken. Ja. Dus die was heel goed op de hoogte. Hè. Dat wist Rijntje zelf ook. Want Rijntje kreeg af en toe antwoorden van hem op vragen waarvan hij wist. Dat dacht van, dat kun jij nooit weten. Ja. Maar we wisten alles. Dus we hebben gezegd, we willen dat hij gewoon bij die gesprekken erbij zit. En hij wordt ook ondersteund door de andere mensen vanuit de groepen. Die hebben gezegd van ja, jij gaat naar voren. Nou, dat loopt goed. En tot op heden houdt Rijntje zich ook netjes aan de afspraken. Zodra er een bericht naar buiten komt, krijgen wij ook via het supporterscollectief gelijk dat bericht binnen. Goede communicatie. Dus de communicatie is erin heel goed verbeterd. En het spreekt ook voor Rijntje dat hij gewoon direct na dat statement gelijk contact opnam. En zei van ik wil morgen met jullie praten. Kunnen jullie om 5:30 bij het stadion zijn? Nou, dat hebben we gedaan. Heel goed gesprek, heel pittig gesprek geweest, maar dat heeft hij ook bij ESPN wel verteld. Want ja, iedereen ging er toch best wel met gestrekt been in. En maar ja, hij heeft het allemaal heel goed opgepakt. En ja, laten we hopen dat dit nu inderdaad resulteert. De vooruitzichten lijken nu goed te zijn. Ja, hè, ja, want er waren nog twee kandidaten waar serieus mee gesproken werd. Afgelopen weekend werd bekend, daar is er nog wel één van over. En dat is Lentse Jol, die groep. Lentse Jol, daar wordt exclusief mee gesproken. Ja, daar staat ook een heel groot stuk over Lentse vandaag op de VI. Ja. Echt een heel groot stuk. Dus, vastgoedhandelaar, hè? Ja, vastgoedhandelaar. Nou, je ziet nu dus ook het stadion wordt erbij betrokken. Ik denk dat dat zelf een heel goed idee is, omdat je dan vanuit het stadion commercieel ook veel meer kan halen. Ja. En, ja, want Lentse Jol wil, dat is een grote voorwaarde, als ze de club overnemen willen ze ook het stadion van de gemeente overnemen. Yes. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ja, goed, ben je dan alleen bezig om je vastgoedimperium uit te bouwen door een stadion erbij te nemen? Of ben je bezig om de club omhoog te helpen? Want dat hoor ik dus niet. Je hebt er wel vraagtekens bij. Nee, snap je? Je eerste investering zit natuurlijk in de alle schulden weg. Ja, en daarom maar vanuit het stadion, als jij natuurlijk eigenaar bent van het stadion, dat zie je, een heel eenvoudig voorbeeld erin is Juventus, is de enige club in Italië die eigenaar is van het stadion. Daarom hebben ze ook die voorsprong, want elke euro die binnenkomt, gaat direct naar Juventus. Nou, dat is natuurlijk iets wat je bij Den Haag ook heel makkelijk kan doen. Je kan er veel meer uit gaan halen. En nu lever je eigenlijk een hoop cent in bij de gemeente. 1 miljoen per jaar. Ja, precies. Ja, en, voor de huur. En dan is je onderhoud, loop je in achter en dat soort zaken. En ja, dit zijn mensen die daar wel verstand van hebben. Want het belangrijkste is nu natuurlijk dat we zorgen dat we uit die WOA komen. Hè? Dus die schuldsanering. En alles, dat we straks weer op nul kunnen beginnen. En dan kunnen gaan bouwen. Dit seizoen moeten we gewoon met z'n allen achter die club gaan staan. Achter die jonge gasten. Tuurlijk. Die echt wel talent hebben. Maar die nog niet in staat zijn, denk ik, om kampioen te worden. Maar ze hebben wel talent. En er zitten echt leuke spelertjes in. Die de ene keer tegen Volendam het hartstikke goed doen. Hè? Ja, de week daarna tegen NAC het gewoon volledig door het ijs kunnen zakken. Dat hoort bij Jong, hè, wisselvallig. In ieder geval is het mooi dat er nu schot in de zaak lijkt te zitten. Ja. Denk je ook echt dat het nu snel zal gaan? Want het moet eigenlijk ook wel. Nou ja, daarvoor zijn we afhankelijk van de gemeente. Hè? We hebben gezien hoe de gemeente wilde meewerken met die huurverlaging. Nou, totaal niet. Ja. Hè? Dat was eigenlijk alleen groep De Mos en de PVV die zeiden van je moet dat doen. Maar in dit geval zie je dat uit de eerste reacties iedereen nu wel bij de gemeente zo zei van wij zijn wel, we willen er best wel over praten. Mm-hmm. Maar we doen het niet weg voor 25 euro. Wat moet het kosten, denk jij, het stadion? Nou, 1 euro. Ik denk het is volgens mij ooit de boeken ingegaan voor 10 miljoen ja. Destijds. Dus nou ja, er is een hoop achterstallig onderhoud.
Dus ik denk dat je zo, wat zal het zijn? Ik ben geen vastgoedhandelaar, 6 miljoen misschien? Het is wel serieus. Nou, het is allemaal natuurlijk, maar je leest het ook in de media. Dus daar. En je hebt het ook gehoord van Rijntjes bij ESPN, hoe hij dat heeft gesteld. Dus dat is ook hetgeen wat ik hier nu allemaal. Ja, maar je moet het. Ik heb wel afgaande op wat de afgelopen maanden allemaal voorbij is gekomen. Heb ik nu voor het eerst echt zoiets heb van ja, nu schept het ook vertrouwen. Juist ook omdat natuurlijk alle partijen nu een keer met elkaar eens zijn. Ja. Daarvoor, als Jol had een akkoord met UVS, maar die anderen hadden weer geen akkoord met UVS. Wat gebeurde daar? Ging UVS weer lopen stuiteren vanuit China? Ja, want de Stichting Toekomst ADO die heeft nu gezegd, wij vinden het goed. HFC. De AFC en de stichting die aandelen, tenminste die dat aandeel van de gemeente hebben overgenomen bij de staat. Gouden aandeel. Ja, die doen dan ook afstand van hun aandeel. Omdat het ook een van de eisen was, dus die is ook ingewikkeld. Iedereen ziet nu de ernst in van het feit, het moet snel gebeuren. Iedereen ziet nu ook een keer de ernst in dat niemand groter is dan die club. Ja, dat hebben een heleboel mensen. Ja, wij zijn de club. Wij zijn de supporters. Wij zijn ook niet groter dan de club. Wij zijn wel het DNA van de club. Over 30 jaar, ervan uitgaan dat we dan nog leven. Leo, maar. Ik denk het niet hoor. Hoe oud ben jij eigenlijk? Nee, maar over 30 jaar zitten we er nog. Ik 82. Ja, en dan zitten we er nog. Stabiele factor, de fans. De fans zijn de enige, dat is je DNA. Dat is en daarom is het goed ook dat er een aandeel komt straks binnen de club voor de fans. Wat gaat dat gebeuren? Nou, dat is wel iets wat natuurlijk meermaals is aangegeven. Hè, waarin je dan zeg maar een soort van supporterscollectief krijgt. Ja. Wat je nu ook hebt met daaronder alle verschillende groepen. Ja. Die gesprekspartner zijn van de club. En of dat nou door middel van een zetel in de Raad van Commissarissen gaat of op een andere manier. Maar we hebben wel als keiharde eis vanaf het begin af aan gezegd hoe we weer bijna. Nou, we zijn eigenlijk gewoon technisch failliet. Hè. We hebben gelijk gezegd, nu moet er ook een plek komen voor de supporters. Want dit is in die 41 jaar de derde of de vierde keer dat ik het meemaak. Laten we eerlijk zijn, als je het voor elkaar hebt gekregen om 6 miljoen schuld te maken, dan heb je gewoon fout gedaan. Dat mag nooit meer gebeuren. Nee, dat mag niet gebeuren. En dan weet je wel, bij exceptionele uitgaven moet je daarover mee kunnen praten en moet je gewoon kunnen voorleggen. Ik bedoel, als we volgende week zeggen van als iedereen hoort van ja, we gaan Messi halen, denkt iedereen, ah stop, we gaan Messi halen. Ja, maar hij kost wel 4 miljoen, die staan we gelijk in het rood. Ja. Nou, dan zeg je waarschijnlijk als supporter zijn van, nou, laat Messi dan maar weg. Ja. Dat kunnen we niet. Nou, in Messi's geval weet ik dat niet. Nou, maar bij wijze van spreken. Even kijken. Heb jij nog wat? Ik heb een shirtje van Messi. Nee, joh, gaat in de shirt sponsoring dan. Ja. Goed, nou laten we hopen dat het in ieder geval allemaal snel rond is, want dat wordt wel tijd. Belangrijkste. Ja. Eindhoven dan, want zondag komt Eindhoven op bezoek. Een ploeg die ook aardig draait. 5-0. Dus ADO kan aan de bak. Ja. Ik zeg 4-2. Heb ik dat... 4-2? Ja. Nog steeds voor het pretpakket, hè? Dat weet je. Leo, wat zeg jij? Nou, toen ik zelf nog geen totem mocht spelen, toen was ik nog geen 18, deed ik daarna altijd een 1, 2 en een 3 in een totem systeem. Zit je altijd goed? Dus, want als je bij Den Haag denkt, twee wedstrijden gewonnen, de derde win je ook, dan ga je de kuikenbak in. Ja. En als je denkt van het is helemaal niks, dan spelen ze de sterren van de hemel. Nou, twee wedstrijden verloren, wat betekent dat dan nu? Nou, Emma had ook maar 1 punt, NAC had ook maar 1 punt. We gaan verliezen ze ook weer van hun, dus ja. Ik hoop supporters, kom allemaal naar het stadion. Juich ze aan en we moeten gewoon beuken, schuim op die bek en gaan met die banaan. Jacco, wil je ook voorspellen? Ja, nou ja, Eindhoven nog mooie herinnering aan. Ooit kampioen geworden daar zo in Eindhoven. Ja. Dus in 86 nog ja, dat ze nog de Sintelbaan hadden. Dus nee, maar in principe zou Eindhoven, maar ja, in principe, je weet het nooit in deze Jupiler League. Oh nee, het keukenkampioen die vinden ze tegenwoordig. Het zou te doen moeten zijn, wil je zeggen. Ja, het zou te doen moeten zijn, maar ik ga ook voor het positief hoor. 3-1. 3-1. Houser? Ik zit te denken aan 2-1 weer. 2-1 weer? Ja. Wat denk jij? Ik zeg ook 2-1. Ja. Ja, ik had je ook. Mag dat van jou? Ik vind het top toch? Oké, goed. Jacco, leuk dat je er was. Ja. 3-1. Goeie gang. 3-1. Hou me vast. Fijne wedstrijd allemaal en ik zou zeggen tot volgende week. Hoi. Laat ons.